De Federatie voor Afrikaans Ranamang heeft vanmorgen voor de 24ste keer kransen gelegd bij het monument van Kwaku. Zij deed dit in het kader van de herdenking van 157 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. Volgens districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost heeft Anton de Kom het in zijn boek Wij slaven van Suriname gehad over ontwikkeling. De burgervader zegt dat ontwikkeling gepaard gaat met eenheid. Elvira Sandy, directeur van cultuur, gaf aan dat het monument van Kwaku vandaag 57 jaar oud is. Bij de herdenking van 100 jaar afschaffing van de slavernij is dit monument ontworpen en gemaakt door Joseph Klas. In Suriname hebben we verschillende groepen mensen, verschillende talen. Maar we hebben één taal die we allemaal machtig zijn. Dat na Asranang. Walamala et Asranang. Te you free for ye, te wo free for ye, want no de, u free for skin, ma uno free for ye. En say de metagat uno free for ye, uno free for ye, omdat die, we, we te, we de, solisi, we chivus revi. Natuurlijk, als overheid is het onze plicht, het is onze zorg. En er zijn twee directoraten die zich daarmee moeten bezighouden. De zorg voor de monumenten in ons land, dat ze er altijd goed bij staan. Het directoraat Openbaar Groen van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die is daarmee belast. Maar ook het directoraat cultuur. Want het directoraat cultuur gaat verder dan onderhoud van monumenten. Het gaat ook om wat die monumenten betekenen. De nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée, Ronnie Brunswijk, gaf aan dat vandaag een dag is om te bezinnen. Brunswijk stond stil bij de ontbering die de voorouders van Afrikaanse afstammelingen hebben moeten doorstaan. U hoort ook de voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, Iwan Wijngaarde, die zei dat ontwikkeling belangrijk is. En de mensen niet moeten denken dat ze alles weten, benadrukt Wijngaarde. Ik wil de Ranamang dat je lukt aan de geschiedenis van Sa, dat je praktijkt al de zand dat je uit je broeder. Maar toch die deem tek wande if besinning en tek wande if krakti usrefi dat we we free usrefi puru onder ala katibo. Aketi kodik ba ma top in a kondre di stranang yesidagi yami bepaalde onder drukking eti. En niet denken dat je het weet. We leren, we hebben die 24 jaar dat we bezig zijn, we hebben veel geleerd. We hebben onze brein die gekoloniseerd was, wordt langzamerhand wordt het minder gekoloniseerd. En, vaak denken we dat we vrij zijn, maar we zijn niet vrij. En we hebben kunnen aantonen met een aantal zaken, neem maar we noemden serie die we herdenken in Komewijnen op Sinabo, noemen we missieserie. Het is allemaal koloniaal gedachte. Dat we overnemen wat die kolonisator ons gezegd heeft, maar het is masserie. In onze taal zien we het als ma. De ouderen en de ouderen die belangrijk zijn, heet het dag. Dus we gaan steeds weer veranderen. Iwan Wijngaarde, hij is voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. En daarvoor DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk. Ze spraken vanmorgen bij de herdenking van Kitikoti, 157 jaar afschaffing van de slavernij. De herdenking heeft plaatsgevonden bij het monument van Kwaku.